Nou, premier Rutte, u kent ook de voormalige gevolmachtigde minister Gilfred Bissaril. Ja. Hij staat met u aan tafel Zeker. Bij de Rijksministerraad. Een paar dagen geleden is hij ontslaan, omdat hij misbruik heeft gemaakt van zijn pinpas, dus publieke middelen. Wat vindt u van deze gebeurtenis? Is een beetje betreurt u corruptie en machtmisbruik in het eilanden? Ja, maar ik wil nu niet op die concrete zaak ingaan, want die hoor ik nu voor het eerst en dan zou ik me erin moeten verdiepen. En dan nog is dat een zaak natuurlijk van justitie. Van het eiland. En niemand zit te wachten op een moreel oordeel van mij. In algemene zin, als u mij vraagt, wat vind je ervan als politici misbruik maken van een pinpas die van de overheid is? Daarom heb ik er ook geen. Ik zou er geen misbruik van maken. Ik kan er een fout mee maken, dus ik wil die dingen niet. Maar goed, als je zo'n ding wel hebt, we zorgen ervoor dat je hem goed gebruikt. Ja. Goed weekend allemaal. Dank jullie wel. Goed weekend.